Het lijkt op de eerste plaats een rustige wedstrijd te worden, maar niets is minder waar. Eigenlijk nog niet helemaal te bevatten wat hier allemaal gaat gebeuren. Nou, je ziet het nu al een beetje om je heen, al die camera's. Toen gisteren hier alles werd opgebouwd, nou, dan denk je van mijn god, wat een spektakel. We kregen 18 camera's hier rondom het veld te staan. Het team staat zometeen tegenover oud-professionals. De wedstrijd is georganiseerd om een Nederlands seniorenteam de kans te geven het eredivisiegevoel te beleven. En dat gaat hier zeker lukken. De wedstrijd wordt ook nog eens uitgezonden op Fox Sports. Ik moet zeggen, we benaderen hem echt een beetje als een soort Champions League bekerfinale wedstrijd. We hebben 18 camera's. Dat is echt, hadden we bij Willem II Ajax bijvoorbeeld ook in de Kuip. Ja, dat is toch voor een amateurvoetballer van Winterswijk 3 geweldig. Maar ik denk ook de rebellen zelf dat die het hartstikke leuk vinden. Ik denk alleen dat het een hele, hele, hele zware middag voor de jongens wordt. Genoeg voorbeschouwing, want Winterswijk wil wel gewoon winnen. Het is een hele speciale dag. Een wedstrijd voor je leven, daar krijg je geen amateur aan. Het is prachtig. Ik ben een hele trots op dit team. We zijn dit jaar op kampioen geworden van dit team. Dus dat is helemaal mooi. Ja, dit is de kers op de taart. Als je zo'n wedstrijd mag spelen.